Juliana Frenk heeft gisteren, 5 april, haar 100ste jaardag gevierd. Een moment dat ze graag in haar geboorteland Suriname wilde vieren. Als moeder van 9 kinderen is ze tevreden voor alle jaren die haar geschonken zijn. Haar geboorteplaats, Domburg, kan ze helaas niet meer bezoeken, omdat ze niet lang kan zitten. Ze is echter heel blij voor de herinneringen die ze aan de plek overhoudt. Ik ben verleden jaar gegaan. En toen mocht ik van de agenten overal kijken. Ze zeggen, mevrouw, we kunnen niet geloven dat je hier geboren bent. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar het was een klein huisje. Dus overal hebben ze me gebracht. Dus ik had een tevreden. Lillian Cyrus, dochter van mevrouw Frenk, zegt dat haar moeder het COVID-19-virus heeft overleefd. Ze heeft het virus 3 maanden geleden in Nederland opgelopen. Cyrus geeft aan dat haar moeder echter verlamd is geraakt nadat ze genezen is van het virus. De gevolgen daarvan zijn niet zo leuk, want tot januari heeft ze nog gelopen. En nu is ze bedlegerig. Komt dat door die corona of wat anders? Dat weten we niet precies, want ze heeft beide tegelijk gehad. Dus we weten niet precies waar het van gekomen is, maar het is er en... Ik denk niet dat ze meer zal lopen. Dat was Lillian Cyrus, een van de 9 kinderen van mevrouw Juliana Frenk. Van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost heeft de 100-jarige een verjaardagscertificaat ontvangen.